Hallo, mijn naam is Filemeen Breddels. Ik ben raadslid in de gemeente Molenlanden. Daardoor spreek ik veel inwoners en mantelzorgers. Mantelzorgers van allerlei leeftijden. Ze vertellen dan niet alleen wat ze doen, maar ook hoe het voor hen is om mantelzorger te zijn. Vaak geven ze aan dat ze het normaal vinden om dit te doen uit liefde voor de ander. Het wordt dan duidelijk dat ze zichzelf minder belangrijk vinden. Terwijl het voor hen soms ook heel zwaar kan zijn. De gesprekken gaan vaak ook over de zorgen en de stress die zij ervaren. Daarom ben ik blij dat de gemeenteraad van Molenlanden besloten heeft dat er meer aandacht moet komen voor de ondersteuning van de mantelzorgers. Bijvoorbeeld in de vorm van een steunpunt mantelzorg. Zo'n steunpunt kan de mantelzorgers ondersteunen met informatie, advies en hulp als ze in de knel dreigen te komen. Het is goed dat er meer aandacht komt voor de ondersteuning van mantelzorgers. Aandacht voor de mantelzorger zelf. Dat verdienen zij.